Hi, leuk dat je weer kijkt naar een video van Geluk in een Potje. We krijgen momenteel heel veel vraag naar Colorwash. En dat is ook wel begrijpelijk, want soms is het hout te mooi, heeft het een te mooie nerf om het helemaal te bedekken met verf. En dan kan je heel makkelijk een Colorwash maken. En een Colorwash is eigenlijk niks anders dan een transparante kleur aanbrengen op je hout. Ik draai even om, zodat je kan zien wat er allemaal voor mogelijkheden zijn. Nou, dit plankje heb ik al bewerkt met wassieren van Polyfine. Wassieren van Polyfine is heel erg makkelijk in gebruik. Je kan het mengen met pigmenten. Heb ik hier ook al gedaan in het bakje. En hier heb ik een kleurpigment, in dit geval wit. Want we krijgen heel veel vraag naar whitewash. Nou, dit plankje heeft dus een vrij rode-oranje kleur. En daar heb ik het mengsel van wassieren met witte pigment op gedaan. En zoals je ziet, op één deel heb ik wat minder gedaan. Even ter vergelijking met de originele. En ik heb op deze vlakken wat meer gedaan. Nou, heb ik dat aangebracht? Maar ik doe het eventjes voor. Ik heb een synthetische kwast gebruikt, maar je kan in principe iedere kwast gebruiken die je wil. Je brengt het gewoon aan. Je ziet dat het nog transparant blijft, ook al bij het aanbrengen al. Dit is uiteraard onbehandeld hout. Nou, maakt eigenlijk niet zoveel uit, al doe ik het zo. Erop is erop. En dan pak ik een katoenen doek. Dan ga ik dat uitvegen. Je kunt ook een ronddraaiende beweging maken. Tot het goed uitgewreven is. En dan is het klaar. Dus je kunt het ook opbouwen zoals je ziet. Je kunt het steeds witter maken. Je kan natuurlijk ook meer pigmenten bij doen. En dan heb je het ineens al zo wit als je wil. Of welke kleur dat je ook maar wilt natuurlijk. Maar het opbouwen, dat vind ik zelf ook wel heel makkelijk. Kan je het nog een beetje op gevoel doen. Nou, dat is dus de wassieren van Polyfine. Waarom zou je dit gebruiken? Ik draai hem even terug. Je ziet. We krijgen ook heel vaak de vraag of het mogelijk is om bijvoorbeeld met witte wax van Annie Sloan je tafelblad te doen en daarna te vernissen. Vooral als je met hete kopjes op je tafel wil komen zonder onderzettertjes, ja, dan is het fijn als het goed beschermd is. Maar wax kan niet goed tegen hitte en zeker niet tegen hitte zoals een kopje thee. Theewater wordt natuurlijk tot 100 graden gekookt. En dan is het veel te heet en dan krijg je kringen. Nou, was en vernis is geen goede combi. Maar de wassieren, dat is eigenlijk een vernis. Daar kan gewoon vernis overheen om het af te werken. Dus in die zin kan je dan eigenlijk alle kanten uit. Dus ook als je wilt patineren. Als je bijvoorbeeld met zwarte wax of bruine wax normaliter schaduwen wilt aanbrengen. Of een kastje ouder wil maken. Of wat je dan ook maar oud wil maken. Dan kan je dat dus ook met wassieren doen. Nou is één belangrijke tip. Als je op krijtverf wilt gaan werken met wassieren. Dan moet je eerst een normale laag wassieren. Dus zonder pigmenten aanbrengen. Dat even laten drogen. En daarna pas met de gekleurde wassieren overheen gaan. Want krijtverf is poreus. Dan trekt het er ook meteen in. Dus feitelijk behandel je hetzelfde als je gekleurde waxen. Je zwarte wax, je bruine wax mag je ook nooit direct op je krijtverfondergronden gaan doen. Want dan trekt het namelijk meteen in de verf. Dan krijg je vlekken, dan krijg je strepen. Dan kan je het ook niet meer goed uitsmeren. Dus dat is een hele belangrijke tip en die geldt dus ook bij wassieren. Nou, dan ga ik je ook nog even de gewone normale methode laten zien. Namelijk een Colorwash maken met krijtverf. En ik ga je laten zien dat dat zowel met Annie Sloan als met Vintro kan. Dan draai ik hem ook weer even om, zowel de plank als de camera. En dan kan je weer even met me meekijken. Nou, ik heb hier een pot Pure van Annie Sloan. Ik heb een beetje verf. En water. Een Colorwash is in principe 50-50 ongeveer. Even een lepeltje pakken. Dan ga ik dan even roeren. Het is eigenlijk als limonadesiroop, zeg ik altijd. Het ene houdt van zoet en de ander niet. Dus limonadesiroop is ook een beetje persoonlijk hoeveel je gebruikt.
Dat is met dit ook. Maar in principe hou je gewoon 50-50 aan. En wil je het dekkender hebben, dan moet je gewoon meer verf erbij doen en minder water. En wil je transparanter, uiteraard minder verf en meer water. Nou, dat zet je op. Ik vind het zelf fijn om het met een varkenshaarkwast aan te brengen. Omdat dat een natuurlijke haar is. Dat neemt het vocht heel goed op. Je ziet het er niet uit druppen. Het is makkelijker als met een synthetische kwast. Nou, je brengt het aan. Schiep een beetje alle kanten, zoals je het altijd doet. Zo. Pak ik mijn katoenen doek. Dit is gewoon een oud laken, iets wat niet bluist, dat is belangrijk. En dan veeg ik het in één richting weg, het vocht. Dan blijft alleen maar het pigment achter. Pak je eerst steeds weer een stuk droge doek. Kijk, als ik dit doe, dan zie je dat. Dus ik doe het gewoon recht. Het is wel zo, hoe minder vocht er nog op zit, hoe minder je die richting van het wrijven ziet hoor. Als er al bijna niks meer op zit, kun je gerust een beetje dit doen. Hoe droger de doek is, hoe beter. En voilà. Colors. Hartstikke idee. Hartstikke makkelijk. Dan ga ik het ook even met Vintro laten zien. Want dat kan even goed. Dan heb ik even een nieuw bakje nodig. Vintro is onze andere krijtverf. Die hoef je in principe niet te waksen. Ter bescherming. Maar daar kan je ook prima een color wash van maken. Even mengen. Het leuke is dat je maar heel weinig verf nodig hebt om iets in de color wash te zetten. Dus dat is ook nog eens heel erg betaalbaar. En ja, mensen komen meestal binnen, heb je whitewash, want ja, mensen kennen het allemaal als een witte transparante look. Maar je kan het dus, zoals ik al net zei, met iedere kleur doen uiteraard. Het is gewoon verf met water, meer is het niet. Zet je op. Lekker beetje weer alle kanten op. Als je overigens op hout gaat werken waar een laklaag op zit, dan pakt die pigment echt minder goed. Dus dan krijg je veel minder van het pigment te zien. Nou, misschien vind je dat wel mooi. Je kan er natuurlijk ook gewoon een extra laagje op zetten, zodat het dekkender wordt. Maar je kan ook gewoon even met een fijne korrel de boel eventjes opruwen. Een beetje ontglanzen als het ware. Nou, je hebt beduidend meer verf dan water. Pak even een ander doekje. Stel nou hè, dat je dit doet en je denkt, oh, je hebt het niet van tevoren getest hoe dekkend dat je het wil hebben. Is het dan een probleem? Nee, dan pak je gewoon een plantenspuit, spuit je er gewoon wat water op of je pakt gewoon een vochtige doek en je gaat er weer overheen. En zo werk je het bij. Maar beter is het om het even uit te testen. Nou, Vintro is wat dekkender sowieso dan verf. Ook als je normaal schildert. Dus je zou wat meer water kunnen gebruiken als je hetzelfde resultaat wilt hebben als hierboven. Dan moet je dus iets meer water doen. Maar ik zeg al, probeer het gewoon altijd even uit. Even bovenaf. Nou, dat is al een heel verschil. Nou is dit gewoon hout wat niet echt een interessante nerf heeft. Dus het is ook wel belangrijk dat je natuurlijk gewoon dit op hout doet, wat ook een leuk uiterlijk heeft van nature al. Want anders heb je weinig aan zo'n color wash. Anders wil je er waarschijnlijk gewoon verf op doen. Nou, qua afwerking, het is heel belangrijk dat je het goed laat drogen. Want je doet natuurlijk zoveel water bij die verf. Het heeft echt even nodig om goed uit te drogen voordat je het gaat waksen of eventueel gaat vernissen. Dus wacht gewoon even tot de volgende dag. Dan kan je het verder afwerken. En vergeet niet dat zowel verf als wax als vernis altijd een weekje nodig heeft om even goed uit te harden. En zeker een paar weken om het echt gewoon lomp te belasten, om het zo maar te zeggen. Dus wees in het begin wel even voorzichtig met je handgeschilderde meubeltjes of tafelbladen, dat soort dingen. Nou, ik zou zeggen,
Ga het lekker proberen. Ga er lekker mee spelen. Het is hartstikke makkelijk. En tot de volgende video. Bedankt voor het kijken. En vergeet je niet te abonneren als je op de hoogte wilt blijven van onze video's.